Het wespenseizoen is weer begonnen. Ja, dat betekent dus dat als je op een terrasje zit of je zit thuis in de tuin, dan word je weer lastig gevallen door die wespen. Ja, maar zijn die wespen in werkelijkheid wel zo lastig? Wacht even. We gaan even naar een wespenconsulent. Kom, we staan hier tegenover Nathan Veenstra. Hij is een wespenconsulent. En de eerste vraag die ons op de lippen brandt, is natuurlijk: Wespen, zijn dat nou nuttige beesten of niet? Jazeker, ze zijn uiterst nuttig. En het is een van de belangrijkste dingen waar wij voor staan vanuit de Wespenstichting, waar ik dan Wespenconsulent voor ben. Uh, wespen zijn net als bijen en hommels zijn het bestuivers. En die moeten dus zorgen voor de bestuiving van planten, bloemen en uh, bomen. En die bestuiven andere planten, bloemen en bomen dan wat bijen en hommels doen. Dus we hebben ze absoluut nodig, zeker in deze tijd waarin we ons zorgen maken over natuur en milieu. Maar voor de meeste mensen zijn wespen lastige insecten op het terras of in de tuin, want ze komen op een zoet af. Maar als ik het goed begrepen heb, dat is niet het hele jaar door. Ten eerste is het al niet het hele jaar door, dat klopt. Het is sowieso aan het eind van het seizoen. Dat is meestal zo eind augustus, begin september. En daarnaast gaat het alleen maar op voor twee soorten wespen, namelijk de Duitse wesp en de gewone wesp. Terwijl we 400 soorten wespen in Nederland hebben, dus van die andere 398 hebben we geen last. Wespen zijn natuurlijk ook opruimers, daar staan mensen vaak niet bij stil. Hè? En hoe doen ze dat? Uh, Waar moeten we dan aan denken bij Wespen? Ja, klopt. Het is uh, een heel lang verhaal, maar het komt erop neer: uh, als de nesten er zijn, en er zijn dus larven in die nesten, dan voeren de werksters larven uh, wat vleesachtig goed. Dus dat is niet wat ze zelf eten, maar zij. Pakken onder andere uh, dode dieren, daar pakken ze het vlees van af. Dat kouwen ze op, maken ze een gehaktballetje van en dat voeren ze dan aan de larven. Dus dat is wat ze eigenlijk al die tijd doen. Ze krijgen daarvoor een beetje zoetigheid terug van die larven. Dat is dus die zoetigheid waar die wespen zo gek op zijn. En als de larven er niet of nauwelijks meer zijn, dan krijgen we dus dat moment waarop die wespen naar ons toe komen om de zoetigheid op te zoeken. Nou, is er uh, veel zorgen over de zogenaamde monsterwesp. Die zit eraan te. Komen. Uh, beter bekend als de Aziatische hoornaar. Hoe gevaarlijk is die eigenlijk? Want het is een gevaar voor de natuur, zeggen ze. Nou, gevaarlijk in ieder geval niet voor ons. En Monsterwesp is dan ook iets wat eigenlijk wel heel erg overdreven is. Dat klinkt altijd natuurlijk heel stoer. Maar je zou bijna denken dat het een enorme wesp is, terwijl de grootste wesp die wij in Nederland hebben de Europese hoornaar is, dat is een inheemse soort. Die Aziatische uh, is. Wordt wel gezien als een bedreiging, maar dan meer voor de natuur als in het ecosysteem. En dan met name ook omdat ze onder andere uh, de bijen ook pakken om die uh, te doden en dat dus weer te voeren aan hun larven. Ja, hoe groot die bedreiging is, dat moeten we zien. We hebben ondertussen nog niet zo heel veel nesten. Alleen wordt dat wel steeds meer. Uh, elk jaar uh, worden er steeds meer waarnemingen gedaan. Maar hoe groot echt de bedreiging is, is heel lastig te zeggen. Um, en er is zelfs een kans dat we eigenlijk niet meer van de Aziatische hoornaar afkomen. Is het zo dat de Aziatische hoornaar je komt bezoeken als je lekker aan een glaasje limonade zit? Kleine kans. Nee, de Europese hoornaar doet dat ook al niet. En de Aziatische taant ook niet naar die zoetigheid. Dus we hebben het over een wespensoort waar je eigenlijk geen last van hebt. Zelf niet, absoluut niet. Nee, die kans is heel klein. Kijk, het kan natuurlijk gebeuren dat als je in de buurt van een nest komt, dan worden zowel de Europese als die Aziatische hoorna wel wat dreigender. Alleen dan moet je echt wel dichtbij het nest komen. Uh, dus dat betekent zeg maar, op een aantal meter afstand van, het van de ingang van het nest, kan het een gevaar worden. Bij de Aziatische hoorna is dat gevaar alleen een stuk kleiner, want dat grote nest dat hangt bijna 20 meter hoog in bomen over het algemeen. Dus dat zal ook wel meevallen. Nou ben ik zelf ooit gestoken door een horenaar. Dat doet flink pijn. Maar ik heb ook begrepen dat het zelfs minder giftig is dan een gewone wesp. Ja, qua gif, dat zal per persoon ook eigenlijk afhankelijk zijn. Kijk, je hebt mensen die allergisch zijn voor steken van, hè, of het nou een bij of een wesp is. En daar zal het ook wel een beetje van afhangen, zeg maar. Het is in ieder geval vooral een stuk pijnlijker. Volgens mij is het inderdaad dat je iets minder gif krijgt dan van gewone wespen. Het is vooral een steek die met name achteraf een stuk pijnlijker is. Veel mensen die zijn bang voor wespen zien er veel bedreigender uit dan bijen. Als er eentje op je afkomt, zoomt om je heen. Zeg het maar, wat moeten we doen? Ja, In principe moet je vooral rustig blijven. Zolang jij niks dreigends doet, zal de wesp jou ook niks doen. He, er zijn wel mensen die zeggen, ja, ik ben zomaar gestoken door een wesp. En dat, kan, het ge, dat gevoel kan je hebben als dat zo gebeurt, uh, omdat je niet door hebt dat je verkeerd doet. Maar je zal iets gedaan hebben waardoor die wesp jou gestoken heeft. He, dus uh, onbewust of uh, hè, zonder dat je het door hebt. Um, Eigenlijk is het gewoon een kwestie van rustig blijven. En met name als je echt last krijgt van wespen, vooral he, straks met die zoetigheid. Het beste is eigenlijk om een plekje te maken ver van je af. Waar ze die zoetigheid kunnen vinden uh, die ze anders bij jou komen opzoeken. Mm, nadeel is dan wel, als je dat één keer doet, moet je dat het hele seizoen, he, vanaf dat ze dus op zoek gaan naar die zoetigheid, moet je dat wel vol blijven houden. Anders komen ze alsnog op je af. Met andere woorden, rustig blijven ademhalen en tot tien tellen? Absoluut. Ja, en anders de Wespenstichting even raadplegen.